A real sharp curly curly wool, whose line is oh so smooth. Dat meestal wel een beetje onprettig om vrouwen na te gaan roepen. Ik vind dat we ook moeten uitkijken dat je niks meer mag zeggen. Ik denk ook dat soms vrouwen het wel beledigend vinden als ze nooit eens een keer iets aardigs te horen krijgen of nageroepen worden. Maar ik denk dat je wel moet uitkijken met de sfeer die je ermee creëert. Het ligt eraan wat ze roepen. Vroeger was het onschuldiger, maar tegenwoordig roepen ze dingen die vind ik niet kunnen. Als je iets raars gaat roepen of zo, dan is het wel gewoon raar. Ja. Het kan alleen maar als je iemand kent. Een glimlach mag altijd. Ik bedoel, als mijn dochter over straat zou lopen en mensen zouden haar achterna roepen, zou ik het niet fijn vinden. En wat denk jij ervan? Ja, precies dat. Daar heb ik toevallig nog over gehad met mijn vrouw thuis. In dat geval met Johan Derksen en zo. Vroeger vonden ze het leuk als ze nagefloten worden. En nu is het allemaal anders. Als ze nu nagefloten worden, dan doen ze gelijk aangifte en zo. Kijk, als ze nou vrouwen aan gaan raken, ergere dingen gaan roepen. Maar als ze een keertje fluiten of zo, ja, dat vind ik nog wel meevallen. Ik denk dat het moet kunnen, maar wel zeg maar op een beleefde manier. Dus ja, als je gewoon hallo zegt of zo. Uh-oh. Nee, nog nooit. Nee, echt niet. Ik heb nog nooit zien gebeuren. Ja, een paar vaker gezien en ook wel eens ertussen gekomen. Omdat ik gewoon, dat die jongen niet door had hoe intimiderend hij naar een meisje was. En heel erg agressief met haar in discussie ging. En dat meisje eigenlijk heel bang was. Dus toen ben ik daar wel tussen gaan staan en ben ik daar op gaan letten, ja. Met de Nijmeegse Vierdaagse op Koningsplein werd er ook een meisje belaagd door een man. Of meerdere meisjes. En daar hebben we ook ingegrepen met z'n tweeën, mijn collega en ik. En toen was het zo afgelopen. Ja, wat ik gezien heb was meestal gewoon, er werd iets tegen een dame gezegd en dan liep de dame door. Dus ja, als ze dat doorloopt, dan hoef je er ook niet tussen te komen, zou ik zeggen. So, you're not right, it's true. Ja, ik heb wel eens een vrouw nageroepen, maar niet iets raars of zo. Gewoon, ja, weet ik veel, maar niet dat ik te ver ben gegaan gewoon. Ja, soms als ik iemand zie die zeg maar helemaal nors is of zo, of echt in gedachten, dan wil ik wel eens een iets leuks in de lucht gooien, zeg maar. Weet je wel, maar dat is niet meer gericht naar het pure vrouw, maar meer naar een gedachtegang wat ook anders kan, als je te diep ergens in zit. En ik moet ook toegeven, als ik een mooie vrouw zie, dan kijk ik wel heel eventjes. Maar ik vind dat wel gezond. En nou jij? Ja, precies wat jij zei. Hetzelfde, ja. Oké. Nou ja, ik hou wel van een feestje en een beetje drinken. En dan wil ik af en toe nog wel eens iets zeggen of roepen waarvan ik achteraf denk van dat was misschien niet heel tactisch. Of ik had niet echt oog voor hoe dat overkwam. Maar ik ben niet echt een naroeper of iemand lastigvallen of zo. Als iemand mij niet leuk vindt, dan voel ik mezelf al snel te veel en dan ben ik weg. Een collega van mij ook een keertje in Rotterdam in een busje zaten we te schaften en toen kwam er ook een vrouw langs. En toen riep hij ook van hallo schatje of zoiets. En die kreeg gelijk de volle map van voren. En die was gelijk klaar. Maar dan zeg ik, ja, ligt eraan wat er geroepen wordt. Wat ze tegenwoordig allemaal, dat sissende geluid en zo, ja, dat slaat allemaal nergens op. Maar als ze een keertje fluiten, dan ja, daar zie ik geen kwaad van in. Ja, ik denk het niet. Ik zelf voel van niet in ieder geval. Ik denk ook niet dat ik het gedaan heb. Dus dat hoop ik in ieder geval.